Who's ready for the word of God? All right. Ik wil jullie meenemen naar de Bijbel. Naar het verhaal van Abraham. En Abraham heeft een belofte gekregen van God. Een belofte gekregen. Die belofte klinkt als volgt. Ik zou je heel veel nakomelingen geven. Ik zal vanuit jou een groot volk maken. Het probleem is dat Abraham niet meteen ziet dat het effect van Gods woorden zichtbaar zijn in zijn leven. Want zijn vrouw Sarah kan geen kinderen krijgen. Of krijgt geen kinderen. Dus Sarah bedenkt een idee en die zegt, neem mijn slavin Hagar en maak bij haar een kind. En Abraham doet dat. Hij maakt bij haar een kind. En zijn naam is Ismaël. En God spreekt dan nog een keer tot Abraham. En herhaalt de belofte. Van ik ga een verbond met je sluiten. Er zullen vanuit jou zullen vele nakomelingen komen. En we gaan het gedeelte lezen waarin God dit gesprek heeft met Abraham. En ik wil met jullie lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 17, vers 15 tot 22. En zoals we gewend zijn, staan we bij de schriftlezing. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet meer Sarai noemen, maar Sarah. Ik zal haar zegenen om jou bij haar een zoon te geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte. En dacht, hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sarah, zal zij op haar 90ste toch nog kinderen in de wereld kunnen brengen? En hij antwoordde, God, al zou Ismaël maar onder uw bescherming mogen staan. Maar God zei, nee, je vrouw Sarah zal een zoon baren, die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomeling zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen. En vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. 12 stamvorsten zal hij verwekken. En er zal een groot volk uit de voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac. De zoon die Sarah je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaar. En ik wil vandaag met je praten over het volgende onderwerp. From proposal to promise. Trouw God de Vader, het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Zo nu mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart uw welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Je mag gaan zitten. From proposal to promise. A proposal, een voorstel. Voorstel is bezig iets wat mensen bedenken om een bepaald probleem op te lossen. Een proposal. Zo gaan we hiermee om. Ik heb een voorstel. Ik heb een voorstel om te handelen met de dingen die we nu voor ons zien. Een proposal. Wanneer ik denk aan een proposal, dan denk ik heel snel aan een aanzoek. Ik weet niet waarom dat het eerste is waar ik aan denk, maar dat is ik denk aan een aanzoek. Aan de aanzoek. En ik denk specifiek aan de aanzoek die ik heb gedaan bij Lady V. Dat was een fantastische aanzoek. Wil je het weten? Ja, ik ga je vertellen. Zoals sommigen van jullie weten, hebben Lady V en ik forever verkering. Forever. We hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. En pas na 13 jaar verkering te hebben met elkaar, ik zou je niet adviseren om zo lang te wachten, maar pas na 13 jaar verkering te hebben met elkaar, heb ik haar eindelijk ten huwelijk gevraagd. En dat was mijn proposal. En je ziet heel vaak online dat mensen de geweldigste, de grootste, de meest fantastische dingen doen voor een proposal. Maar mijn proposal, het enige wat ik wou voor mijn proposal, ik wil zeker zijn dat ze ja zegt. Dat is like
Dat is de go-to, dat is wat ik wil hebben. Ze moet ja zeggen. Dus wat ik heb gedaan, we hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. En ik zag haar voor het allereerst zag ik haar in de studieruimte. Dus ik dacht, als je zeker wilt zijn dat ze ja zegt, dan ga ik haar vragen ten huwelijk op de plek waar ik haar voor het eerst heb gezien. Hoe kan je nee zeggen tegen dat? Dat is like mega romantisch. Dus ik heb de hele school heb ik afgehuurd. En ik heb de hele school afgehuurd. Er was niemand op school. Ik heb gewoon... ik maak het groter dan het is. Ik ging gewoon wanneer de kinderen weggingen. En ik heb gevraagd van een conciërge dat ik binnen mag gaan. Dat is het verhaal. Hele school afgehuurd. En we hadden daar... Er was eerst een gitarist die haar buiten... Oh, het was eigenlijk super romantisch. Een gitarist die haar buiten opwachtte. En die speelde gitaar. Tingeling, 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 ting. En die bracht haar zo naar boven, naar de studieruimte. En toen je zo boven kwam, toen was er een violist. Die speelde met hem mee. En ze speelde All of Me van John Legend. Oh, ik heb het zo goed gedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat ze ja had gezegd. En toen stond ik daar. En I proposed. Ik ben op een knieën gegaan en ik heb haar gevraagd, wil je me betrouwen? En ze zei, yes. Proposal. Proposal. En het is tof om iemand te proposen. Maar hoeveel van jullie weten dat the work begins? Over het moment dat je hebt gezegd, and I promise. Moment dat je I do tegen elkaar zegt. Moment dat je voor het altaar staat, voor die predikant. En je zegt, voor in sickness en in health, voor in tegenspoed. Ik beloof je nooit te zullen verlaten. Dat is wanneer het echte werk begint. Ineens is die proposal niet zo belangrijk meer. Maar het is de afspraak die je op dat moment met elkaar maakt. Vanaf dit moment is just you and me. And whatever comes of it, wat er ook gebeurt in ons leven. We zorgen ervoor dat we keihard blijven vechten om dit ding tussen ons te blijven maken. Dus er is een verschil tussen a proposal and a promise. Er is een verschil tussen a proposal and a promise. En waar ik je mee wil nemen vandaag in de gedachtegang is dat God aan ons geen proposals maakt. Hij maakt promises. En wanneer hij zijn woord spreekt in ons leven, is dat a promise. Ik ben niet een mens dat ik liegen zou. Dus wat ik tot je spreek, dat is iets waar je op kan staan. Dat is iets waar je op kan bouwen. Het wankelt niet, het schudt niet. It is a promise for your life. Dat de woorden die ik je spreek, dat ze voor altijd met je mee zullen gaan. Onze God is een God of promises. God of promises, God of promises. Maar in het verhaal wat we hier lezen, lezen we over proposals. Want Hagar was een slavin van Sarai uit Egypte. En ze stelde voor, ga nou met Hagar en maak met Hagar kinderen. En Abraham zei ja tegen het voorstel. Hij zei ja tegen het voorstel. En dit is het ding, wanneer wij proposals maken, we kunnen nooit iets geven wat we niet hebben. Altijd als we iets geven, is het vanuit onszelf. We kunnen niet geven wat we niet hebben. Als we niet hebben, dan kunnen we niet geven. Dus wanneer we iets geven om een probleem op te lossen, is het iets wat afkomstig is vanuit onszelf. Vanuit onszelf. En dit is wat Sarai deze gaf haar slavin aan Abraham. Om een kind beter te maken. Alleen maar dit was iets wat ze gaf vanuit haarzelf als mens. Daarom is het zo mooi dat wij God hebben. Want wanneer wij God hebben, hoeven we niet te geven vanuit onszelf, maar we kunnen geven wat we eerst van hem hebben ontvangen. That is the difference, dat is het verschil. Wanneer we God in ons leven hebben, kunnen we geven wat we eerst van hem hebben ontvangen. Want in het leven komen we altijd voor situaties waar we moeten geven, waar we moeten delen. Ik heb zo'n indruk voor moeders. Want moeders die geven zoveel aan hun kinderen. Ouders geven zoveel aan hun kinderen. Je blijft geven omdat het je kind is. Je blijft geven omdat het je kind is en het houdt niet op. Maar zelfs moeders, zelfs vaders komen op sommige momenten komen ze voor een situatie waar hetgeen wat ze uit hunzelf willen geven niet voldoende is voor het probleem waar hun kinderen voor staan. That we fall short. Dit is wat de filosofie ons leert. Heb ik gelezen, is dat als je families hebt, dan werkt het net als een fontein. Het werkt net als een fontein. Iedereen heeft zijn plek in de fontein. Dat betekent dat de kleinkinderen hebben een plek. De kinderen hebben een plek. De ouders hebben een plek. En de grootouders hebben een plek. En hoe een fontein werkt is dat het water stroomt van de ene bak naar de andere bak. En zolang iedereen op de juiste plek blijft in de fontein, dan blijft het water stromen.
Dus zolang de ouders geven aan de kinderen, blijft het water stromen. Zolang de kinderen geven aan de kleinkinderen, blijft het water stromen. Op het moment dat je de positie verwisselt in de fontein, dat is wat de filosofie zegt. Op het moment dat je de positie wisselt in de fontein, heb je een probleem. Want kinderen kunnen nooit onuitputtelijk geven aan hun ouders. Kinderen kunnen nooit onuitputtelijk geven aan hun, het is een andere liefde, het is een andere gebied. Het werkt niet op die manier. Dus er moet altijd een juiste volgorde zijn als je wil dat de fontein door blijft stromen. Nou, kom met me mee naar het christelijk en naar het geloofsfamilie die wij hebben met God. De volgorde moet altijd zijn dat wij eerst van God ontvangen en daarna geven. Wij kunnen niet vanuit onszelf geven. Op het moment dat we de volgorde veranderen, op het moment dat we het gaan doen zonder God, op het moment dat we gaan geven zonder dat we eerst hebben gecheckt met God, dan gaan we op een gegeven moment tot de conclusie komen dat we geven wat we niet meer hebben. Dus er moet altijd een connectie zijn met God de Vader. Dat alles wat ik spreek, spreek ik alleen omdat God eerst tot mij gesproken heeft. Alles wat ik geef, geef ik omdat ik weet dat God het eerst aan mij gegeven heeft. Alles wat ik doe, dat doe ik omdat God het eerst voor mij gedaan heeft. Ik ben altijd in connectie met de bron die mij het eerst geeft. Kijk, dit is het probleem met vandaag de dag. Er is een ding wat heel populair is en het lijkt heel erg christelijk, maar er zit een soort van switch aan. En dat is manifesting. Dus dat betekent, je moet spreken en wat je spreekt gaat ook gebeuren. En het klinkt heel christelijk. Maar het probleem is dat het ding met manifesting is dat je het spreekt vanuit jezelf. Dus ik zeg iets en het gaat gebeuren. Dat betekent dat je de kracht haalt vanuit jezelf. Maar de Bijbel leert mij, ik vermag alle dingen in hem die mij... Oh, ik heb te weinig mensen op een zondagochtend. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dus alles wat ik spreek, spreek ik enkel omdat ik connected ben naar een source. En dit is wat de Bijbel vertelt over de source. He is a well that never runs dry. Als je eenmaal put uit het water wat Jezus geeft, het is levend water en je zal nooit meer dorst hebben. Dus ik ben geconnect to the source. Ik ben geconnect naar de bron. Ik ben connect naar hetgene wat mij de kracht geeft om te staan. Maar Sarah, die gaf vanuit haar persoon, vanuit haar mens. Ik moet je meenemen naar het verhaal. Want God riep Abraham. Hij zei, Abraham, ik heb een geweldig plan met je. Verlaat je huis en ga op pad. En hij nam zijn familie, zijn kamelen. Hij had heel veel kamelen. Eentje heette Pino. Ik weet niet waarom ik het verhaal nog levendiger voor jullie wil maken. Maar kan je je voorstellen dat Abraham, Pino en Sarah gingen op weg naar het beloofde land. En hij kwam in het land aan, maar er was een hongersnood in het land. Dus Abraham begon verder te reizen. En hij kwam in Egypte. In Egypte zei hij tegen zijn vrouw Sarai: als we in het land zijn, zeg dan niet dat je mijn vrouw bent, zeg dat je mijn zus bent. Want je bent zo mooi, mensen zullen voor zeker mij gaan doden om jou te krijgen. Dus hier stappen Abraham en Sarai in Egypte. Maar Sarai stapt in Egypte onder een valse identiteit. Zij komt in een fase in haar leven waarin zij niet is wie zij is. Maar onder een valse identiteit stapt ze in een nieuw land. En dit is wat er gebeurt. Zoals Abraham had voordacht, kwamen er mensen die brachten Sarai naar de farao omdat ze zo mooi was. En wat er gebeurde, ze was in het huis van farao en God stuurde plagen naar het huis. En farao had door dat er iets niet klopte en hij zei, Abraham, wat heb je me nou weer geflikt? Hij zei, neem je vrouw, neem alles mee, ga weg van hier zo. Het is niet goed dat zij hier in dit huis is. Dus Abraham vertrok met Sarah, met zijn kameel Pino en de Bijbel zegt, en met zijn slaven. Hagar was iets wat ze meenamen uit Egypte. Let op. Hagar was iets wat Sarah meenam uit de plek waar ze haar identiteit had verloren. Dus zij deed een proposal, deed ze naar Abraham, om te slapen met iets wat zij had gekregen op een seizoen van afwijzing. Dit is wat er gebeurt wanneer wij problemen proberen op te lossen met iets wat we mee hebben genomen uit een seizoen waar we have been hurt. Wanneer wij problemen proberen op te lossen met iets wat is gebeurd in het verleden. Wanneer we niet problemen oplossen met de giften die we hebben gekregen van God, maar met de afwijzing of de pijn en de verdriet van ons verleden. Sarah vulde een gap
met iets wat ze heeft gekregen op een plaats waar ze niet eens haarzelf was. Dit is wat we doen met proposals. Dat we problemen proberen op te lossen met dingen van het verleden. En het probleem is, als we dingen oplossen met dingen van het probleem, gaat het vroeg of laat, gaat dat dingen issue worden in ons leven. Hagar werd gegeven aan Abraham om een kind te maken. En in deze hele chaos wat er hier plaatsvindt, besluit God om toch weer te spreken tot Abraham. Om toch weer te herinneren aan de belofte die hij hem heeft gemaakt. Maar dit is wat God doet. God zegt tegen Abraham, ik ga nakomelingen uit je laten komen. Niet door Hagar, maar door Sarah. Door Sarah. God spreekt hier tot Abraham en hij shift weer wat Abraham in één seizoen heeft verborgen. Hij ging naar Egypte en hij zei, zeg tegen niemand dat je mijn vrouw bent. Zeg tegen iedereen dat je mijn zus bent. Dus hij verborg Sarah, hij verborg haar identiteit. Hij wees haar af, hij zet het achter zich. Oh, niemand mag het weten, niemand mag het weten. En hier spreekt God tot hem. Hetzelfde ding wat je verborgen hebt, ga ik gebruiken om je te zegenen. Hoeveel dingen in ons leven proberen we te verbergen en zijn we onzeker over? Oh, niemand mag dit van me zien. Oh, ik weet niet of als mijn talent goed genoeg is. Oh, ik weet niet of als ik sterk genoeg ben, dus ik verberg het. God gaat je brengen in een seizoen dat dat ding wat jij verbergt, dat hij het gaat brengen in de spotlight. En hij gaat zeggen dat wat je zo lang hebt verborgen, ik ga het maken dat je zegen daar doorheen gaat komen. Oh, God sprak tot Abraham en zei, ik ga het doen door Sarah. Ik ga het doen door Sarah. As a matter of fact, hij zei, noem haar niet meer Sarai, maar noem haar Sarah. En voor velen van ons is dit gewoon een klein onderdeel wat in de Bijbel staat. Maar het is zo fundamenteel. Iedere keer als God een naam verandert in de Bijbel, moeten wij opletten. Want wanneer God een naam verandert, betekent dat hij richting verandert van een persoon. Whenever God is changing a name, he is changing the game. Dus toen God tegen hem zei van, oké, maar je moet haar niet meer Sarai noemen. Noem haar Sarah. Dit is wat God eigenlijk zei. Sarai betekent vorstelijk. Dus in andere woorden, het is een bijvoeglijk naamwoord. Het zegt iets over iets anders. Sarah betekent vorstin. Dat zegt iets over de persoon zelf. God is going to change some things. Dat jouw leven niet meer iets zegt over iets anders. Niet iets zegt over een andere bediening. Nee, hij gaat je naam veranderen. Hij gaat je een andere koers geven. Zodat wanneer mensen naar je toe komen, it's all about you. En de zegen die hij geeft door jouw leven heen. Ik hoef niet langer iets anders te gebruiken. Ik wil jou gebruiken voor dit nieuwe seizoen in je leven. Noem haar niet meer Sarai. Noem haar Sarah. Kunnen we nog een klein stukje dieper gaan? Kunnen we nog een klein stukje dieper gaan? Vorstin betekent hoofd van de monarchie. Dus in andere woorden, uit Sarah zouden koningen komen. Uit haar zouden vorsten komen. Dat is wat haar naam betekent toen God haar naam veranderde. Maar haar zoon Isaac was geen koning. De zoon van Isaac, Jacob, was ook geen koning. Pas de ene laatste zoon van Jacob, Jozef, werd koning. In? Jullie hebben het gemist. Jullie hebben in Egypte. Dus de plek waar Sarah haar identiteit verloor, is dezelfde plek waar God generaties later haar identiteit bevestigde door Jozef. Oh, jullie hebben het niet gehoord. In één seizoen kan het lijken alsof je niks bent. Maar als je blijft vasthouden aan de belofte van God. Als je blijft vasthouden aan de woorden die God tot je spreekt. Zal er een seizoen komen, misschien niet vandaag. Niet morgen, maar vroeg of laat. Zal je het effect zien voor de zegeningen die God doet in je leven. Nou, is er iemand die God 30 seconden de prijs kan geven. Voor de blessings die hij geeft. Oh! Noem haar Sarah. Noem haar niet naar wat ze lijkt, maar noem haar naar wat ze is. God breekt je in een seizoen dat hij je gaat vragen van, well, what is it that you are? Je hoeft niet meer te refereren aan iemand. Je hoeft niet meer te refereren naar iemand anders als zegening. Nee, je gaat refereren naar je eigen leven. Hij heeft het voor mij gedaan. Je hoeft niet meer te refereren naar iemand anders die geliefd is. Nee, je kan zeggen, I am loved. Ik ben geaccepteerd. Ik ben geroepen. Ik sta op de juiste plek. Ik ben niet langer Sarah, maar God doet mij Sarah.
Een kleiner verschil, maar kan je voorstellen dat het de richting en de koers van iemands leven volledig verandert. Dat God niet meer kijkt naar de persoon naast je, maar hij zegt van, but it is your turn right now. Dit is jouw moment, ik wil jou zegenen. Ik wil dat de zegen door jou komt. Sarah. Niet lange Sarah, maar Sarah. Het probleem van Abraham was dat Abraham niet verder kon kijken naar het hoofdstuk waarin hij zat. Wij lezen de Bijbel nu en wij weten uiteindelijk dat het zo eindigt. Maar Abraham zat in hoofdstuk 17 van de Bijbel. Hij zag zijn eigen situatie alleen. Dus toen God sprak over de zegen, toen God sprak over de promise, kon hij niet zien wat de uitwerking was. Hij kon alleen maar zien waar hij stond. En als wij alleen maar zien waar wij staan, als wij alleen maar zien waar wij staan, kunnen we soms proposals maken. Alleen maar op grond van waar wij nu staan. En we kijken niet verder dat soms gaat ons leven door. En de acties die we nu doen, hebben effect op wie wij later zijn. Dus dit is waarom we moeten nadenken over de proposals die we maken vandaag. Over de beslissingen die we maken vandaag. Hoe we oplossingen oplossen vandaag. Waarom? Omdat the future you has to deal with the decisions that you make today. Kan ik real zijn met jullie? Als je denkt aan de persoon die je bent over 5 jaar. Sommige dingen die je doet vandaag, weet je dat het niet goed is voor de persoon die je bent over 5 jaar. Sommige beslissingen die we maken vandaag is niet goed voor de persoon over 5 jaar. Als je wist waar je stond in a couple of years. Als je wist waar je stond over een paar maanden. Als je wist waar je stond. Wanneer God zegt zo van dit is de plek waar ik wil hebben. Zou je sommige dingen vandaag niet doen. Zou je sommige proposals niet, sommige voorstellen zou je niet doen. Omdat je weet waar je naartoe gaat. Maar soms zijn we stuck in het hoofdstuk waar we nu zitten. We zijn stuck in de omstandigheden die we nu zien. We zien dat Sarah geen kinderen krijgt, dus we gaan naar Hagar. We zien dat Sarah geen kinderen krijgt, dus we nemen genoegen met Hagar. We zien Jozef nog niet, dus we nemen genoegen met Israël. We zien nog niet waar we zijn over 5 jaar. We zien nog niet die geweldige man of vrouw die God voor ons gaat brengen in ons leven. Dus we nemen genoegen met de scharrels die we hebben vandaag. Kan ik heel real zijn vandaag? Omdat we hebben geen visie van waar we gaan zijn. We zien niet dat onze kinderen over een paar jaar ons niet meer nodig gaan hebben zoals ze ons vandaag nodig hebben. Dus we maken geen beslissingen om vandaag bij iedere voetbalwedstrijd te zijn of bij iedere schoolexamen te zijn. Omdat we niet nadenken over what matters in a couple of years. We zijn gefocust op hoofdstuk 17 vandaag. Abraham was trapped in het hoofdstuk waar hij zat. En toen God sprak over de belofte, kon hij niet kijken naar de uitkomst. Hij zag alleen wat voor ogen was. Hij zag zijn hoofdstuk. Dus God sprak over de belofte. En Abraham deed de proposal. Terwijl God sprak over de belofte, deed hij een proposal. Hij boog zich neer en hij lachte. En hij zei, maar Heer, kan je vers 18 voor me zetten? Heer, neemt u Ismaël enkel in bescherming. That's enough. That's enough. Neemt u alleen Ismaël in bescherming. Het is prima. Dit is wat ik je wil leren vandaag. Don't settle for your own solutions. Ga niet denken dat dit wat ik nu heb opgelost in mijn eigen kracht, dit is hoe het gaat zijn. Terwijl God iets voor je heeft. Soms kunnen wij missen wat God voor ons heeft. Omdat we zelf een oplossing hebben gevonden voor dat ding. Dit is wat ik je wil leren. Soms kunnen onze eigen oplossingen het ding zijn wat ons vastgeketend houdt op één plek. Wat Ismaël wordt later een probleem. Wat eerst een oplossing was, wordt later een probleem. Voor Sarah werd het een probleem. Want ze op een gegeven moment, haar zoon werd uiteindelijk geboren en er staat in de Bijbel geschreven, dat Ismaël, die nam hem niet serieus, hij lachte hem uit. It became an issue. Sommige van onze
oplossingen die we nu bedenken voor dit seizoen waar we nu in zitten, voor vandaag de dag, voor de emoties die we nu hebben, voor de pijn die we nu ervaren, voor de struggles die we nu hebben, voor de mensen die nu irritant voor ons zijn, de solutions, de oplossingen die we nu verzinnen, gaan de ketenen zijn die ons vasthouden op de plek waar we zijn als we niet luisteren naar de oplossing die God aan ons wilt geven. Want God geeft niet proposals. He gives promises. He gives promises. En het verschil is dat zijn belofte houdt stand. Zijn belofte houdt stand. En ik heb te doen met Abraham in deze situatie. Dat zelfs al zegt God wat hij gaat doen, dat hij alsnog een ander voorstel geeft. En lieve mensen, dit is menselijk. Wij allemaal komen in die plekken van ons leven. Waarin we zelf een voorstel willen geven van hoe dingen moeten lopen. Hoe we denken dat het beter gaat zijn. Laat mij maar een voorstel geven. Laat het op deze manier doen. Onze eigen proposals. Niet alleen Abraham deed het. Niet alleen Abraham had een gesprek met God en dacht van ik weet wel een andere manier. Zelfs Jezus gaf een proposal. Toen hij in het hof was van Gethsemane. En hij sprak met God. Dit was zijn voorstel. Heer, laat deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Een proposal, een voorstel. Als het niet hoeft, dan alsjeblieft niet. Maar dit is het verschil tussen Abraham en Jezus. Abraham lachte toen God tot hem sprak. Mag je die vers op het scherm? 18, vers 18. Abraham boog zich niet neer, maar lachte. Hij lachte in ongeloof. Toen Jezus sprak met de Vader. En hij zei, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Er staat in de Bijbel, hij was angstig. En hij beefde, maar in geloof. Want wat hij daarna zei, niet mij wil, maar u wil verschieden. Dus ook al heb ik een oplossing bedacht, ook al heb ik een proposal voor wie het anders kan, Heer, het is niet wat ik wil. Het is niet wat ik voel op dit moment. Het is niet wat ik kan bedenken met mijn eigen menselijk verstand. Maar uiteindelijk wil ik dat u wil geschieden. Ik wil niet vasthouden aan menselijke proposals. Vader, maar uiteindelijk, het is your promise. It is your promise. Laat u wil geschieden. Laat u wil geschieden. En hij ging door. Stierf aan het kruis. En ze begraven hem in een graf. Maar na 3 dagen stond hij op. Now that is a promise. That is a promise. That is a promise. En dat is de belofte van God over jouw leven. Dat als je kan loslaten wat je zelf bedenkt, je eigen proposals. Dat misschien moet je door de zware storm heen gaan. Misschien moet je gaan door de dingen in je leven. Misschien moet je alle pijn en verdriet nog even trotseren. Maar er komt de dag. En misschien is het na 3 dagen. Misschien is het na 3 maanden. Misschien is het na 3 jaar. Maar ik geloof dat zolang God leeft, er komt de dag dat je mag opstaan. Uit whatever it is. Dat je bent neergevallen. En dat de promise of God still stands. His promise still stands. Geef mij Gods belofte boven mijn eigen proposals. Geef mij Gods wil in mijn leven boven wat ik zelf kan bedenken, wat ik zelf kan doen. Geef mij Jezus. Geef mij Jezus. Ik heb niks anders nodig dan Jezus en Jezus alleen. En dit is wat ik je wil leren. Want er zijn genoeg mensen. En je hoeft niet je hele verhaal te vertellen. Maar er zijn genoeg mensen die vastzitten in hun eigen oplossingen. Die vastzitten in hun eigen oplossingen. Dit is gebeurd in mijn leven, dus ik heb dit bedacht en nu zit ik vast erin. Ik heb ooit pijn ervaren van die en die en die. En ik heb dit zelf bedacht, maar nu is dit een issue in mijn leven.
Oh, ik ben met die en die meegegaan en ik dacht, dit is misschien goed. Dit is wat me vrede gaat geven en nu zit ik vast in dat ding. Wat ik eerst dacht dat het de oplossing was, maar nu is het oplossing de probleem geworden. En ik zit vast op één plek in mijn leven en ik kan niet verder. Dit is wat ik je wil leren. The promise of God is your way out. The promise of God is your way out. Voor alles in je leven waar je voelt dat je vastgeketend zit. Voor alles in je leven waar je voelt dat je vast zit. The promise, de belofte van God, is your way out. Dat is je escape. Als je weet, hoe kom ik af van deze gevoelens? Hoe kom ik af van de stress die ik ervaar? It is the promise of God. En zijn belofte is, ik ga je niet daar laten. Nee, ik ga je eruit halen. It is the promise of God. It's your way out. It's, oh, ik ga old school preacher op jullie zijn. Als jullie zitten op een plek in je leven en je weet niet of van links naar rechts te gaan. It is the promise of God. Maak dit boek open. Er staan woorden van leven in. Er staan woorden van kracht in. Lees op iedere pagina van een vader die je van je houdt. Hij laat je niet op dezelfde plek. His promise is your way out. It's your way out. Daarom ben ik zo ijverig erop van neem je Bijbel mee overal waar je gaat. Want voor iedere situatie in je leven waar je vast zit, this is your way out. Hou het dicht bij je, hou het dicht bij je. Lees het iedere dag. Zorg ervoor dat het 5 jaar dat je een nieuwe nodig hebt. Zoek dit boek. Zoek wat er is daar. It is your way out. It is your escape. It is your escape. En dit thema over vrijheid is het thema wat heel erg aan mijn hart ligt. En ik heb vorig jaar heb ik een hele preekserie gehouden over freedom. Over freedom. En ik heb gemerkt dat er zoveel mensen vastgeketend zijn in dingen in hun leven. Issues. Omstandigheden. Maar geen raad weten van hoe moet ik hier uitkomen. En Jezus is het antwoord, lieve mensen. Jezus is het antwoord. Jezus is het antwoord. His promise is your way out. Het verschil tussen Abraham en Jezus. Allebei spraken ze tot God. Allebei hadden ze proposals. Is dat Abraham lachte in ongeloof. Jezus was gehoorzaam in geloof. Faith redeems everyone, everywhere. Faith redeems everyone. Everywhere. Geloof zet iedereen vrij. Maar niet uit op welke plek je bent. Maar niet uit wat je omstandigheden zijn. Het is de geloof in Jezus Christus wat je vrijzet. En ik heb die preekserie heb ik genomen. In geloof. En ik ben achter mijn laptop gegaan. Zonder dat iemand het wist. Zonder dat iemand naar me keek. En ik begon te schrijven. Ik begon te schrijven. Ik begon te schrijven. Lieve mensen, over een maand verschijnt er een boek die ik heb geschreven. Free. Free. Exact over dit onderwerp. Redeems everyone, everywhere. Ik geloof dat wat wij hebben gevonden, de kracht die wij vinden uit het woord van God, dat het bevrijdend werkt voor de mensen om ons heen. Het is niet iets wat we voor onszelf houden. Maar het is iets wat we mogen delen met de mensen om ons, met je familie, met je vrienden, voor iedereen waarvan je denkt. Je bent stuck in own proposals terwijl er een God is die beloftes over je uitspreekt. Laten we dit woord delen met de ieder die je nodig heeft om vrijgezet te worden van wat het ook is waarmee je deelt. There is freedom in the name of Jesus. 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 There's freedom in the name of Jesus. There's freedom in the name of Jesus. There's freedom in the name of Jesus. Hallelujah.
Sarah stapte Egypte binnen en verloor haar identiteit, wie zij was. Voelde zich afgewezen. Want ze stapte niet in dat land als vrouw van Abraham. Nee, als iets wat hij probeerde te verbergen. En misschien ben je hier. En op wat voor manier voel je je misschien afgewezen? Misschien heb je net als Sarah geprobeerd om dingen zelf te fixen, maar het valt toch uit je handen. Dit is wat ik je wil leren. Dat Gods belofte begon niet toen hij sprak met Abraham. Het was altijd al zijn belofte. Het was altijd al zijn plan. Toen zij dat land binnenstapte, wist hij al wat hij ging doen. Dus op de plek waar je nu bent, wat je ervaart, wat er ook is dat in je leven speelt. Hij heeft al een plan voor je leven. God is niet de God dat hij along the way dingen gaat verzinnen. Nee, van waar je bent, voor de plek waar je bent, weet hij wat hij wil doen in je leven. Hij weet hoe hij van je houdt. Hij weet dat je geaccepteerd en geliefd bent. You are accepted, you are loved, you are His. En ik wil een moment nemen voor gebed. Laten we onze ogen sluiten.